Nou ja, kijk, het probleem op dit moment is gewoon dat de achterdeur niet gelegaliseerd is. Kijk, de verkoop van softdrugs, dat is gewoon in Nederland redelijk goed geregeld met coffeeshops. Alleen de inkoop, de teelt en de inkoop van de producten, dat zit nog volledig in het illegale circuit. En dat is al heel lang een probleem en dat is nog steeds niet opgelost. En daarom had het Rijk eindelijk de wijsheid gekregen om het te gaan legaliseren. Maar goed, dat kan niet van de een op de andere dag. Dus ze willen eerst een aantal gemeentes uitnodigen om mee te doen aan een proef. Ja. Daar hebben wij het over gehad in de gemeenteraad. En wij hebben gezegd van nou, de manier waarop het Rijk deze proef wil vormgeven, dat stuit op zoveel bezwaren, dat moeten we niet doen. Ja. Is het echt een grote zorg over de manier waarop het nu is geregeld? Want aan de andere kant denk ik van ja, zoals het nu is, gaat het toch goed? Ja, het lijkt op zich een goed systeem. We hebben in Den Haag een heel goed systeem van coffeeshops. Die zijn ook, die worden heel goed gecontroleerd. Ik denk dat het de zwaarst gecontroleerde beroepsgroep is in Den Haag. Dat loopt goed. We hebben daar op zich niet zo heel veel problemen mee. Maar wat we wel zien is dat door het illegale circuit de politie heel veel capaciteit kwijt is aan het opsporen van hennepkwekerijen. Er zijn daarnaast nog allerlei andere aspecten. Bijvoorbeeld dat er illegaal stroom wordt afgetapt. En dat er natuurlijk ook veel export naar het buitenland is. Wat leidt tot grote criminele organisaties. Die toch ook ontwrichtend werken op de maatschappij. En ja, die bijeffecten die wil je niet hebben. Nee. Aysef Yilmaz van de VVD. Den Haag zou meedoen aan die proef. Maar uiteindelijk toch besloten om het voorlopig niet te gaan doen. Ben je daar blij mee? Ja, ik ben vooral blij dat, dat de burgemeester op zoek is gegaan naar draagvlak. En eigenlijk nu de keuze heeft gemaakt, omdat er geen draagvlak is, dat we niet meedoen. Daar ben ik op zich blij mee. Ik denk dat het valt en staat bij draagvlak. Want het gaat om de coffeeshophouders. En die, als je kijkt naar de criteria of hoe de proef is opgesteld, dat eigenlijk niet positief is.